Het is zondag 20 januari. Een combinatie van de ijstoestand en de weersvoorspelling voor de komende dagen zullen leiden tot een situatie waarin het niet verantwoord is aanstaande woensdag een Elfstedentocht te houden. Het dooit en voor velen is de teleurstelling groot. De ware liefhebbers huilen, de zwartkijkers zeggen, nu lukt het nooit meer. De tocht der tochten is voor de 14e keer in haar historie op het laatste moment afgelast. En dan te bedenken dat hij pas 12 keer is gehouden. 3 weken later, een nieuwe ijstijd en deze keer zonder sneeuw. Op de hele route wordt het ijs gemeten. Overal moet het minimaal 15 centimeter dik zijn. Dan breekt de gekte los. De koorts wordt een epidemie. De VVV in Leeuwarden maakt overuren. Als het inderdaad doorgaat en de tijd wordt nog later bekendgemaakt, dan moet u zijn bij de Frieslandhal in Leeuwarden. De organisatie van het in allerijl opgezette zenuwcentrum in de Frieslandhal wordt met vragen bestookt. Ja? Het NOS-journaal. Joop van Zijl opent met het nieuws uit Friesland. Vanavond in het 8 uur journaal bekend. Harmen Roeland vroeg hem of het Elfstedenbestuur een historische beslissing heeft genomen. Uitgaande van 4 nachten strenge vorst die we nodig hadden, kan er een Elfstedentocht gehouden worden op donderdag 21 februari. De avond voor de inschrijving melden zich al enige honderden deelnemers bij de Frieslandhal. En ze hebben er graag een nachtje in de buitenlucht voor over. In een groot aantal plaatsen in ons land kan men zich laten inschrijven. Deze inschrijvingen worden per computer verwerkt, totdat het aantal van 16.000 deelnemers is bereikt. Ook de commissie komt op gang. Meneer, weet je ook waar je schaatsen kan huren? Ik ben mijn schaatsen vergeten. Fanen, sjaals, stickers. Hier naar fanen, sjaals, stickers. Alles en iedereen helpt mee. Voor de laatste trajectcontrole krijgt het duo Kroes Sipkema zelfs de steun van de luchtmacht. Maar toen vlogen we 5 meter hoog. Het anders zo rustige Leeuwarden wordt overspoeld met schaatsliefhebbers en verandert voor 2 dagen in een metropool. Koortsachtig worden de laatste voorbereidingen getroffen. De finishlijn. Een sleuf hakken, verf erin en dan weer water erop. Bij de start wordt het ijs geëgaliseerd. Omdat het Van Haringsmakanaal zo lang mogelijk voor de scheepvaart is opengehouden, moeten de aan elkaar gevroren schotsen worden afgevlakt. Het probleem voor de politie. De te verwachten 100.000 toeschouwers. Dat ook de hele Rijkspolitie als een organisatorische eenheid daarin komt te staan. Dat plan werk je dan maar verder uit. De omroepkwartieren voor radio en televisie worden ingericht. Achter de schermen instrueren NOS-regisseurs Martijn Lindenberg en Jaap Hofman hun medewerkers. De PTT zorgt voor de onmisbare verbindingen. Thank you.
Intussen halen de 16.000 toerrijders hun startbewijzen op. Veel van de deelnemers beginnen nu pas te beseffen wat een Elfstedentocht eigenlijk is. Velen kennen de tocht alleen maar van verhalen of uit boeken. En nu mogen ze het dan zelf meemaken. Hier is de leiding. Ja. Dus ik bedoel, gaat u daar even naartoe? Dan kun je daar even informatie in. Dus kijk waarom nou. Bij de wedstrijdrijders geven de kanshebbers hun eerste persconferenties. Mannen als Westerveld, Wessels, Kruithof. Ze hebben er allemaal 22 jaar op gewacht. Dit moeten we nou inleven. Ik denk het wel een Dat is het mooiste nummer wat je even kan weten, hè? Twee keer één. Wij dan ook goed bevrijd zijn van de zenuwen. Maar dat lopen heb je natuurlijk niet. Je moet naar zoveel lopen, dus dan kunnen we beter heel Friesland doen. Donderdag 21 februari. Ver voor 5 uur 's morgens zijn de eerste wedstrijdrijders al in de Frieslandhal. Tegen 5:30 zitten de 277 nummers op de gespannen lichamen. Het zijn geen makke schapen, maar er gaan er wel veel in de kooi. 20 seconden voor de start, het is mijn laatste aankondiging. In alle vroegte is er veel sfeer bij de zwetten. Het eerste stuk lopen. Wim Westerveld is de snelste. Wat een verschil met vroeger, toen krachtige boerenzonen met het melkvet nog tussen de vingers de Friese doorlopers onder hun ongetrainde voeten bonden. Nu schaatsen Jan Wessels en Wim Westerveld, gevolgd door 275 andere wedstrijdrijders, de donkere nacht in. Getraind. Maar toch, het blijven 200 kilometer. Ook de eerste toerrijders verzamelen zich in de Frieslandhal. Nerveus door het miserige weer. Tot op het laatste moment blijven er twijfels over het doorgaan van de tocht. Met duizend tegelijk worden ze om het kwartier gelost. Voor deze deelnemers is alleen het meedoen belangrijk. En natuurlijk het Elfstedenkruisje. Het bewijs voor later. Om je kleinkinderen te kunnen vertellen over die tocht van 85. Terug naar de wedstrijd. Na 22 kilometer ligt Sneek in het parcours. Om 6:50 stempelt Wim Westerveld hier als eerste af. Voor Jan-Rolof Kruithof en Evert van Bentel. Heel Nederland weet sinds die donderdag in februari wat klumen is. Rond 8:00 wordt het licht. Nog steeds wordt er ieder kwartier gestart. Voor deze deelnemers wordt het zeker een zware tocht. Want het ijs wordt er niet beter op met al die duizenden voor hen. De wedstrijdrijders bereiken na 78 kilometer hinderlopen. Henk Ensing heeft een kleine voorsprong en stempelt om 8:55 als eerste af. Thank you.
Ongeveer een half uur later arriveren de eerste toertochtrijders die dan de laatste wedstrijdrijders al hebben ingehaald. Overal is sfeer. Het blijkt niet nodig te zijn je eigen eten en drinken mee te nemen. De toerrijders bepalen hun eigen tempo. Maar nergens wordt te lang gerust. Nou, daar beginnen we. Succes, hè? In de wedstrijd worden de ruggen gekromd. Halverwege het traject voor Bolsward komt de wedstrijd goed op gang. Een spervuur van demarages. Van Fransbergen, Kooiman en Wardenier zijn het meest actief. En wat te zeggen van Dries van Wij? Bolsward, de zevende stad. De helft zit erop. Ook hier moet flink worden gekluwd. Evert van Bentum blijkt het loopwerk goed aan te kunnen en stempelt hier als eerste af. De koplopers liggen dan al 16 minuten voor op het recordschema van Jean van der Berg uit 1954. Ondanks al dat kluwen. Het leger van 16.000 toerrijders volgt op afstand. Het is 9:30 en we naderen Harlingen. De nummers 1 en 2 van de alternatieve Elfstedentocht in Canada, Wim Westerveld en Albert Bakker, hebben een voorsprong van 20 seconden genomen. In de buurt van Franeker weet Jos Nieste als eerste aansluiting te vinden bij de twee koplopers. Er vormt zich dan een kopgroep van 12 man. Kasper, Vos, Van Weijen, Ruitenberg, Busser, Van der Molen, Van Bentum, Wardenier, Kooiman, Westerveld, Niesten en Bakker.